Pardon. Zit in de verkeerde. Even kijken. Even kijken. Even kijken. Zal ik daar gaan zitten? Oh ja, als je dan ik ga heel veel Elwin bellen, dat hij ook even moet bellen. Ik wilde eigenlijk. Of waar, zeg maar, weet je wat ik moet doen? Ja? Ja? Hier? Ja. Oké. Can you call the room? Yeah, yeah. Can you please call the room? Even kiepen gewoon. Als je nog een kom je samen met de actie van ons maaien. Ons maaien kan pagaan. Oké. Dat is het. Dat is het. Goedemiddag, dit is het startsein van de ondertekening in eerste instantie van de afspraken die we hebben gemaakt bij dit IPCO hier in Den Haag in juli 2016. Aan tafel zit namens Sint Maarten de heer Pantoflet, namens Aruba de heer Herde, namens Curaçao de heer Franco en de heer Wilsoe en namens Nederland de heer Ganzenvoort en mijzelf. We beginnen dus, zoals gezegd, met het ondertekenen van de afspraken. En daarna gaan we door met het stellen van de vragen. En dat doen we via de aanwezige journalisten hier naar de aanwezige journalisten aan de andere kant van de oceaan. Welkom ook in Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Wat mij betreft kunnen de stukken komen ter ondertekening. Het zijn waarschijnlijk meerdere exemplaren. Het handigste is als iedereen een exemplaar, of iedere delegatie een exemplaar krijgt en we hem zo door kunnen voeren.
we gaan het, ik hoor dat we de regie anders gaan doen. We gaan het beurtelings doen. We beginnen aan de Curaçaose zijde. Het moet per pagina getekend. Zo, en daarmee zijn de afspraken ook officieel vastgelegd. Goed. Dan zijn we toegekomen aan de persconferentie en die beginnen we door een korte verklaring van de zijde van iedere delegatie. Ik wilde daar kort aan toevoegen, ik ga over de inhoud namens Nederland niet zeggen, dat doet de heer Ganzenvoort straks, maar dat ook dit IPCO weer in goede harmonie is, heeft plaatsgevonden. Dat lijkt logisch, maar dat is het niet. Daar ben ik ook al mee begonnen, de buitenwereld waarin we verkeren, waarin de confrontatie steeds harder lijkt te worden, mensen elkaar steeds steviger aanvallen en er niet gericht is om er uiteindelijk uit te komen. Ik ben er trots op dat het ons nu jaar na jaar, IPCO na IPCO, lukt om die confrontatie wel aan te gaan, want daarvoor zitten we hier, maar toch telkens het oog op de bal te houden en weer met overeenstemming naar buiten te gaan. Niet wat iedereen van tevoren had bedacht, maar ja, dat kan ook niet als je verschillende meningen hebt, maar wel met het idee, we zijn weer een stapje verder. Ik wilde als eerste ook weer het woord geven aan de delegatie van Curaçao. Ik kijk even, meneer Franco is hier. Aan u het woord. Ik sluit me aan, ook als delegatieleider, dat ik niet inhoudelijk ga over wat er allemaal bereikt is. In eerste instantie onze dank, ook de manier waarop deze keer de vergadering is geleid en alles wat hier voor ons op zo'n goede manier is geregeld. Ik ben ook zeer tevreden over zelfs het resultaat van een IPCO. Eentje waarbij iedereen keek naar toch best confrontatieve momenten op verschillende aspecten op onze agenda. En op allemaal hebben we toch vordering gedaan. Zoals ik in mijn beginspeech zei, we maken soms hele grote stappen en op het gegeven moment wordt het wat steiler en doen we het stapsgewijs, met kleinere stapjes. Maar die stapjes zijn gezet in de juiste richting en ik heb er al het vertrouwen in
dat dat dan ook gaat resulteren tot een uiteindelijk resultaat waar we naar uitkijken. Dank, meneer Franco. Kijk naar meneer Wils. Hoe wilt u op dit moment daar een aanvulling op geven of wachten we de vragen af? Nou, dan. Maar ik leg me neer bij uw regie. Dat vind ik fijn. Dan vraag ik u nu een korte reactie te geven. Nou, degenen die gedacht hadden dat we hier naartoe zouden komen en meteen iets konden tekenen, niet waar, voor hen is het misschien teleurstellend. Maar voor wij die meer realistisch tegen de zaken inkijken, weten wij dat inderdaad kleine stapjes genomen moeten worden. We weten ook dat geen enkele delegatie een goed debat uit de weg is gegaan. Maar het heeft geleid tot meer duidelijkheid binnen de totaliteit. Iedereen heeft zich alleen maar geconcentreerd, althans de buitenwacht, op de geschilregeling. Maar het IPCO is meer dan alleen geschilregeling. We hebben diverse punten behandeld, zoals klimaatverandering en energie, waarbij voor Curaçao erg belangrijk is dat er een voortgang komt in de werkzaamheden van de werkgroep per delegatie en aandringen op een klimaatverandering en energiebeleid om dat vast te stellen. Want dan heb je een houvast aan hetgeen bereikt en ondertekend is in Parijs. Verder zijn wij uitgegaan van een bredere interpretatie van het ontwerp klimaatverandering. Dus niet alleen maar het energieaspect, maar ook in het kader van milieubescherming. Wat betreft jeugd en jongeren heeft de delegatie uit Curaçao een paper overhandigd aan de andere delegatieleden om het standpunt van Curaçao bekend te maken waar wij op dit moment zijn binnen de materie van jeugd en jongeren. Bij onderwijs hebben wij alle leden erop aangedrongen om bij de minister van Onderwijs van Nederland erop aan te dringen dat de samenwerking tussen een helpdesk van het duo op Curaçao, Aruba of Sint Maarten er moet komen om de samenwerking tussen de instanties die zich daarmee bezighouden op de in de respectieve landen. Zodat er een betere resultaat kan voortvloeien uit de bemoeienissen van de duo, bijvoorbeeld op Curaçao, de Stichting Studiefinanciering, en het afronden en bezoeken en regelen en intermediëren dat de studenten, afgestudeerde studenten, hun studielening terugbetalen. Evenzo hebben wij de economische kansen binnen het Koninkrijk de revue doen passeren, waarbij wij erbij hebben gesteld dat voor wat betreft de fiscale verdragen hebben we afgesproken dat de werkgroep verder kijkt naar het stelsel van fiscale verdragen van alle vier de landen en aan de hand daarvan nagaan waar dit stelsel en de totstandkoming van deze verdragen kan worden verbeterd. Belangrijk was dat voor Curaçao, zoals u weet, in verband met het gebruik maken van hun recht van de Tweede Kamer om vragen te stellen over het fiscaal verdrag tussen Curaçao en Cayman-eilanden. En misschien straks in de vraagstelling kunnen wij even toelichten hoe pittig het er aan toe gegaan is. In de gezondheidszorg is belangrijk dat er een samenwerkingsovereenkomst komt tussen de vier landen op het gebied van volksgezondheid en dat er
daadwerkelijk vanuit de diverse landen en ministeries eraan gewerkt wordt om dat te bereiken. Discriminatie hebben wij vooral onze aandacht gevergd op het nakomen van een verdrag dat zich bezighoudt en benadrukt en ons opperwijst dat wij in alle vier de landen meer aandacht moeten besteden aan het recht van gehandicapten. Zij maken ook deel uit van onze gemeenschappen. Niet alleen maar een opritje, maar ook dat zij daadwerkelijk kunnen meedoen in het arbeidsproces en dat zij aan bod komen in de gezondheidszorg. Met andere woorden, hen geven waar ze recht op hebben als burgers in onze gemeenschap. We hebben ook de revue laten passeren hetgeen zich afspeelt in onze regio, vooral voor de landen Curaçao, Aruba en Bonaire. Namelijk de problematiek die zich afspeelt in Venezuela. En we hebben besloten de regeringen te verzoeken om dit werk, om dit goed te bespreken, opdat wij goed te bespreken bij de Koningsconferentie die plaats zal vinden op 9 augustus van dit jaar. En dat men uiterlijk geregeld de verschillende parlementen informeert van de stand van zaken, welke strategieën er zijn, welke maatregelen genomen kunnen worden, wat de financiering van dit alles is, in totaal, een totaal pakket van hoe dit probleem aan te pakken. En ja, de geschilregeling. Naar voren is gekomen dat 1. Een geschilregeling is noodzakelijk. Dat wordt door alle vier de landen beaamd. Ten tweede, hebben wij gezamenlijk weer onderstreept de 3 uitgangspunten die de parlementen in mei vorig jaar en januari dit jaar hebben bekrachtigd. Verder hebben wij kunnen constateren dat er 2 ontwerpen op tafel liggen. Het ontwerp van minister Plasterk, dat zijn informatieronde en consultatieronde al begonnen is. Het tweede punt is namelijk het volgende. De 3 landen van het Caribisch gebied hebben 1 gezamenlijk wetsontwerp opgesteld dat wij aan onze regeringen zullen aanbieden, opdat die dan via de statutaire kanalen, zoals gevolmachtigd minister, de weg kunnen vinden naar de Tweede Kamer. Verder is het zo dat ook bij bepaalde interventies er een sterke druk of nadruk is gelegd van hoe kunnen wij dan, het woord informeel is niet correct, maar hoe kunnen wij toch gezamenlijk bij elkaar gaan zitten, van de gedachten wisselen en bepaalde geschilpunten uitdiepen, zo je het wil, voorkoken voordat het belandt in de Tweede Kamer. En dat hebben wij als 4 landen met elkaar afgesproken dat wij daar ook werk van zullen maken. En zoals het staat binnen hetgeen de hoge heren net hebben getekend, dat men het uiterste best zal doen om
zo spoedig mogelijk dit proces af te ronden en dat wij een geschillenregeling hebben. De rest zullen wij nader op ingaan indien er vragen zijn. Dank u, voorzitter. Dank, meneer Wilshoe. U heeft alle punten aangestipt. We gaan verder met de delegatieleiders het verzoek om een aantal accenten daarop te leggen. Meneer Ganzenvoort. Dank. Inderdaad, de heer Wilshoe heeft een mooi overzicht gegeven en dat maakt mijn rol eenvoudiger. De Nederlandse delegatie kijkt terug op een vruchtbaar IPCO. Waarbij we belangrijke vragen hadden en een aantal doorlopende kwesties, zoals onderwijs, jeugd en jongeren en dergelijke, waar we met elkaar stap voor stap verder bouwen. Zo werkt het IPCO ook. Maar ook een aantal nieuwe accenten die voor ons van groot belang zijn. Ik onderstreep graag het belang van het gesprek wat we gehad hebben over de situatie in Venezuela en hoe dat de verschillende landen van ons Koninkrijk, inclusief Nederland, alleen als het gaat om Bonaire, maar ook vanwege de gezamenlijkheid van het Koninkrijk, dus niet alleen zorgen baart, maar ook nodig is dat we daar echt ook gezamenlijk, dat onze regeringen daar gezamenlijk in optrekken. Dus dat is een punt waar grote urgentie gevoeld is en ook het belang van juist samenwerken met elkaar. Het tweede punt waar dat voor geldt is klimaatverandering. Inderdaad een thema wat ons in de verschillende landen regardeert, maar wat ook iets is wat vanuit de klimaattop in Parijs een verantwoordelijkheid is voor het Koninkrijk als geheel, om daar nu ook hele concrete stappen te zetten om dat wat wij kunnen doen als Koninkrijk en als landen binnen het Koninkrijk, om die stappen ook daadwerkelijk te zetten. En eigenlijk geldt iets vergelijkbaars geldt voor het gehandicaptenverdrag. Ook dat is iets wat nieuw in bespreking kwam op dit IPCO. Het belang om binnen onze verschillende landen, en dat geldt ook net zo goed voor Nederland, want we hebben het voor het Caribisch deel van het land Nederland, hebben we dat ook nog niet in het finaal geregeld, dat we in onze vier landen de rechten van mensen met een beperking ook stimuleren en ook mogelijk maken. En tenslotte inderdaad het punt van de geschillenregeling. We onderstrepen daarbij heel graag vanuit de Nederlandse delegatie dat wat ons betreft er ook echt een mijlpaal is bereikt. We hebben in de afgelopen jaar hebben we met elkaar vanuit het IPCO aangedrongen bij de regeringen op het komen tot een geschillenregeling. Er ligt nu een voorstel van de kant van de minister Plasterk. Er ligt een voorstel van de kant van de Caribische landen. Dat betekent dat het nu ook de parlementaire behandeling ingaat. En dat vinden wij een groot goed. Dat we niet alleen in het overleg hier tussen de parlementen, maar nu ook vervolgens in de parlementaire afwikkeling daarvan, dat daar het werk kan gebeuren wat ook moet gebeuren. En waarbij het vervolgens ook gewoon gedoetst kan worden. En hopelijk, we hebben daar een route voor uitgezet. We hebben ook, zien ook voor ons dat ook inderdaad met spoed kan en ook moet. Dat we inderdaad in de komende periode zullen zien, daar gaan we vanuit, daar werken we aan, dat die geschillenregeling er nu komt en dat die ons echt verder zal helpen in de verhouding tussen de landen van het Koninkrijk. En daarmee constateer ik namens de Nederlandse delegatie dat we kennelijk ook een manier gevonden hebben om ook met alle ingewikkelde vraagstukken die er liggen, ook met de punten waarbij we misschien elkaar soms wat scheef aankijken, dat we manieren gevonden hebben en ook steeds opnieuw vinden om constructief verder te bouwen en het Koninkrijk echt vruchtbaar te laten zijn voor onze inwoners, want uiteindelijk gaat het om de mensen in onze landen, dat zij een zo goed mogelijk leven kunnen hebben en dat wij als volksvertegenwoordigers dat helpen mogelijk maken. Dank. Meneer Herdee, namens Europa. Ja, het wordt steeds makkelijker na de voorgangers te moeten volgen. Vraag, hoe meet je het succes van een conferentie als het gaat om een conferentie met je beste vrienden? Nou, Je ziet elkaar weer. Het is gezellig. Het was gezellig deze week. We hebben veel gelachen. En we hebben hard gewerkt. Er is vooruitgang. En daarmee kan ik stellen dat de conferentie een succes is geworden. Het IPCO is geen rijksparlement. Het IPCO is een platform waar de vertegenwoordigers van de parlementen bij elkaar komen. Maar deze keer is weer gebleken hoe zinvol het is om zaken van groot belang voor de landen, om die gezamenlijk voor te bespreken, te bediscussiëren, voorwerk te doen waar de regeringen dan vervolg aan kunnen geven. En daarmee heeft de IPCO volgens mij een heel belangrijke plaats in ons bestel gekregen. Er is over veel gesproken. Meneer Wilshoe heeft al de revue gegeven. Ik wil op drie punten waar Roard ook over heeft gesproken heel kort benadrukken.
We zijn heel trots dat premier Mike Eenman van Aruba namens het Koninkrijk het klimaatakkoord heeft kunnen tekenen en een belangrijke rol daarin heeft gespeeld. Met name bij de small island states in de wereld. Voor ons als heel klein land zijn de consequenties van de klimaatverandering uitermate belangrijk. En vandaar ook dat wij in het IPCO hebben gezegd, we kunnen het niet alleen overlaten aan een conferentie in Parijs en aan de regeringen, waar we hebben gevraagd om zowel een klimaatsplan, een actieplan van de regering en daarbinnen een energieplan om concreet vorm te geven aan de afspraken en de manier waarop wij in onze landen daaraan gaan werken. Rol van het IPCO zal zijn om dit beleid te monitoren. Het werd al genoemd, Venezuela. Blij dat we het zonder planning echt op de agenda hebben kunnen plaatsen en bespreken. Alle landen onderschrijven de ernst van de situatie, de potentiële gevaren voor met name Aruba, Curaçao en Sint Maarten. En we hebben afgesproken om afzonderlijk, maar ook gezamenlijk de paraatheid om klaar te staan voor eventuele consequenties gezamenlijk aan te pakken. En daarvoor dank ik alle collega's. Aruba ligt het dichtst bij Venezuela. Op de vele heldere dagen zien we de Venezolaanse kust. Normaal noemen we elkaar hermanos, broeders. Op dit moment ervaren wij echter ook de negatieve consequenties van die nabijheid. Maar we hebben afgesproken om dat op een humane, constructieve manier voor te gaan bereiden. Ten slotte werd al gezegd de geschillenregeling. Een onderwerp wat ons heel nauw ligt. We hebben afgesproken om de twee voorstellen die op tafel liggen, beide het wetgevingstraject in te laten gaan. Maar we hebben meer gedaan deze keer. We hebben niet alleen gezegd van we beginnen, maar we hebben de uitgangspunten die we vorig jaar hebben afgesproken, hebben we verscherpt. En daarmee zijn we dichter bij elkaar gekomen dan we eigenlijk verwachten. Het is ons streven om ergens zo snel mogelijk hebben we afgesproken te starten met het hele proces, het wetgevingsproces. En het is onze hoop en streven om het als mogelijk is dit jaar nog af te ronden. Er is veel werk gedaan. Er liggen twee concrete voorstellen. Ik denk dat het geen hamerstuk wordt, maar wel een pittige, maar ook constructieve discussie om tot wetgeving te komen. En ik dank hierbij u allemaal. Dank meneer Hardé. Tot slot, meneer Pantoflet namens Sint Maarten. Thank you and good afternoon to the delegation of Aruba, Curaçao and the Netherlands. Of course, I would say good afternoon also to the press on the Netherlands. And I cannot forget Mirumangnang Naruba, Curaçao, Bundia, because it is morning there right now in those islands. I want to start, I didn't do it earlier today, to congratulate the organizers of the IPCO. I believe that a tremendous job was done. I must single out, of course, the chairman, Mr. Rikur, for the professional manner in which he presided over these affairs. It is important in such matters that one remains neutral and give every country the opportunity in order to present their points. Very often we heard during the discussion that small steps have been made, and indeed, yes, kleine stappen were made. And I remember my colleague Hardé mentioning that during one of our meetings. I have a grandson, Klein Zoon, he's 6 years old. 6 years old, so you know, 6 years time with his IPO. And he also takes small steps. But I went to see him on Saturday, and he played, and he said he wanted to do his best for his opa, St. Maarten. And of course, he scored 5 goals, and he was able in the 3 games to help his team win the trophy. But why did I mention the Kleine Stappen? He made Kleine Stappen with very fast steps. He
He was very fast. In other words, I'm saying, I don't mind us making the cleaners stubborn, but I want us to make them fast also. As we know, there will be elections. I'm not concerned about the island election because September, Curaçao and St. Martin will be having the elections. But our goal with regards to dispute regulation remains the same. The concern I have probably is when the election takes place in the Netherlands as to what will happen then. So much has been said already by my colleagues. I will just suffice by saying, let us make sure when we meet again that we can make not only small steps, but very fast steps. Thank you very much. Dank meneer Pantoflet. Ik geef de regie over aan Samira en die zal de vragen coördineren. Ja, dankjewel. Er is inderdaad nu gelegenheid voor de pers om vragen te stellen. Dat gaan we als volgt doen in twee rondes. We beginnen zometeen eerst bij Aruba, vervolgens gaan we door naar Curaçao, daarna Sint Maarten en daarna hier in Nederland. En dan dus nog een keer een ronde. Voordat ik het woord geef aan Aruba, wil ik de journalisten vragen om uw naam te noemen en het medium dat u vertegenwoordigt en uiteraard voor wie uw vraag bedoeld is. Ik begin bij Aruba. Wie mag ik in Aruba het woord geven? Hebben we contact met Aruba? Ik zie iemand zitten. Nee. Goed, volgens mij zit daar geen journalist. We gaan dan nu maar door naar Curaçao. En daar zie ik een heleboel journalisten zitten. Wie mag ik het woord geven in Curaçao? Er gaat even wat mis als u geduld heeft. Een moment alstublieft. Ja, we kunnen u horen, dus gaat uw gang. Oké, okay, ja, goedemiddag. Ik ben Sharifa Bashir van Tele Curaçao. En ik had een vraag even met de geschillenregeling. Er is aangegeven dat er twee concepten zijn. Eén van de kant van Nederland en één van de drie landen, van het Caribisch gedeelte. En dat ze nu in het proces gaan voor advies, het juridische gedeelte. Wat is het uiteindelijke doel? Dat de twee concepten, wanneer die door het hele proces zijn gegaan, dat men gaat debatteren welke het wordt? Of wordt het daarna samengevoegd? Hoe kunnen we dat zien? En aan wie stelt u de vraag? Ik zal het vragen aan de delegatie van Curaçao. De heer Wilson bijvoorbeeld. Nou, ik zou bijna zingen het woord que será, será. Maar er zijn twee concepten. Uitgaande van de drie uitgangspunten liggen we naar mijn oordeel, het oordeel van onze delegatie uit elkaar, niet dicht bij elkaar. Aan de andere kant, tijdens het IPCO zijn geluiden naar voren gekomen waarbij er toch mogelijkheden zijn, niet voor samenvoegen, maar wel voor te komen tot misschien een totaal nieuwe concept. Want als beide concepten de informatie en consultatieronde ingaan, is er altijd ruimte voor amendementen. Er is altijd ruimte voor besprekingen. Daarom hebben wij ook binnen het IPCO het besluit genomen dat op elk land, in elk land er een kleine partijcomité wordt gevormd die dan met z'n vieren van gedachten wisselen en proberen elkaar te vinden. Mijn voorzitter heeft net gezegd, de delegatieleider, de heer Franco, als je de berg opgaat, wordt het steeds steiler. En u weet mijn leeftijd, dus dan wordt het veel steiler en veel moeilijker voor mij om zelfs die kleine stapjes te doen. Maar ik heb het volste vertrouwen gezien. Het doel van geschillenregeling als hoofddoel heeft te zorgen dat er geen geschillen zijn.
Dus je zou kunnen zeggen een stokje achter de deur. En vroeger deden mijn ouders dat met de riem. Die was op tafel en je wist wel hoe laat het was. Maar kortom, er wordt aan gewerkt om te komen tot één concept. Hoe dat zal uitmonden, daar kan ik geen zinnig woord over zeggen. Maar ik heb geleerd dat soms heel erg moeilijke dingen onverwachts heel simpel blijken te zijn. Ik blijf nog even bij Curaçao. Wie mag ik nog meer het woord geven? Ja. Oké. Ik ben Juni Jozef. Zou ik graag... eigenlijk zou ik willen weten, hebben jullie daar een talk? Want zou ik graag mijn papje mens eigenlijk zou willen praten, ja? Want we zijn een koninkrijk. Meneer Wezen? Gaat uw gang hoor, dat mag. Ja, dat mag? Ja. Oké, vind ik heel fijn om het te horen van jullie. Luister, integriteit. Meneer Wilson, onze papje die integriteit van jullie kinderen naar Corso. Dat is wat in basta discussie over uniformiteit. Camille naar Corso, onze decidie van onze winkel een screening. Aan dit tempo in onze visie een bom Corso tapen over andere namens de waak, over ons en voor ons met de purba, die de kleine uniformiteit. Wat gaat er voor aan deze papje die integriteit? Meneer Bossa, senhor Juni Joseph. Wat neem je? Meneer Bossa, senhor Juni Rosa, de palavra integridade tem não solamente a parte política, junto com ele, mas dentro da branche de mídia também tem assunto de integridade. Lo que nós há constatar e não sa naturalmente que o Orbo tem um reino diverso com a cultura, com a costume, automaticamente o que está aceitável na Corsó para o holandês não está inaceitável e vice-versa mesmo coisa. E o qual há bem diante que está fácil mostra dede riba outro. Tem coisa malo que passa na Corsau, tem coisa malo que passa na Ruba, tem coisa malo na Saint Martin e tem coisa malo na Holanda. Lo que nós trata de IPCO para trazer compreensão para outra suposição. E não é fácil. Bom, eu sei que tem certo gente não de Holanda que está ganha e tá nós na Corsau está dando não é atenção que não tem na Holanda. Remarcável. E ama, mas sempre uma vez não tem conversação. Danke Deus na Corsau tem Nordost passado que eu hope que a habladora não é capaça vai la man of maneira era a canta 30 Sali. Goed, we gaan nu door naar Sint Maarten. Wie kan ik in Sint Maarten het woord geven? Er zit altijd even... Helpt haar hier? Als u één ogenblik heeft... Ja, gaat uw gang. Ja, Helpt haar van Today Newspaper. Ik heb een vraag voor de heer Koer. De heer Koer, u hebt aan het begin van deze persconferentie de term goede harmonie gebruikt. Maar de leden die waren de vergadering nog niet uit. Of de heer Bosman, die begint op sociale media al te mopperen dat kennelijk Nederland zich maar moet aanpassen aan wat de Caribische landen willen. En dat andersom daar gesproken van is. Wat is het nou? Dit lijkt me niet, dat klinkt niet echt als goede harmonie naar mij. Nou, ik spreek over het IPCO hier, waar hier binnen de conferentie gesproken wordt. En ook daar werd op elkaar gemopperd.
Ik hoorde de heer Wilshoe daar al aan refereren. Dat waait wel over op Curaçao, maar dat waait hier ook wel over. Nee, waar het om ging is natuurlijk dat als we op elkaar mopperen... dat we ook een manier weten om dat in iets constructiefs om te zetten. En dat mopperen hoort erbij. En bovendien hebben we allemaal een achterban. Die bedient meneer Bosman onder meer met Twitter. Maar ik lees ook de Amigo en andere kranten. En daar zie ik ook stukjes terug van individuele parlementariërs naar hun achterban. En dat is het werk van ieder politicus. Dus dat vind ik geen probleem. Je communiceert maar met je achterban zoals je wilt. Zolang we hier binnen het IPCO maar een constructieve discussie kunnen hebben. En dat haalden we. Oké, dank u wel. Ik herinner mij, meneer Recour, dat een jaar geleden toen er ook een mijlpaal werd bereikt met de geschillenregeling, dat u toen in de persconferentie zei van nou, ik zou wel teleurgesteld zijn als het niet binnen een jaar geregeld is. Het jaar is voorbij en er is nu een nieuwe perspectief op een, laten we zeggen, een oplossing tegen het einde van dit jaar, maar... Het jaar is voorbij. Bent u nou teleurgesteld of bent u nog steeds optimistisch? Allebei. Natuurlijk ben ik teleurgesteld, want ik dacht oprecht het vorige IPCO met deze afspraken moet het nu snel gaan. En het blijkt dat het toch nog een stuk moeilijker en stroperiger is dan ik verwacht had. Dat neemt niet weg dat perspectief op een geschillenregeling op korte termijn heel erg groot is. Ik denk dat het er gewoon gaat komen. Sterker nog, we gaan de unieke situatie krijgen, waarschijnlijk, dat twee wetsvoorstellen over één onderwerp tegelijkertijd in behandeling zijn. Ik ben heel benieuwd hoe dat verder gaat. In ieder geval, de bespreking hier gaf mij alle hoop dat we eruit gaan komen. Ook daar weer zal nooit iedereen volledig zijn zin krijgen. Er zijn ongeveer twee geschilpunten, denk ik. Dat gaat over wie is nou die onafhankelijke rechter. En twee, waar moet het precies over gaan? Wat is de reikwijdte? Wat is strikt juridisch? Nou, ik voelde hier al in ieder geval de bereidheid daar constructief naar te kijken. En dat gaan we op hele korte termijn blijven doen in petit comité. En daarna hier in het parlement. Dank u wel. Ik ga nu door naar vragen vanuit hier in de zaal. Ik kom straks nog in de tweede ronde bij u terug, meneer. Wie mag ik hier in Nederland in deze zaal het woord geven? Ja. Oh, dat is toch beter. Otti Thomas van de Amigo. De geschillenregeling krijgt heel veel aandacht. Mijn vraag is, wat gaan de inwoners merken van het moment dat die geschillenregeling er is? Merken ze daar iets van? De heer Franco en de heer Herde. Met name zijn de geschillen vaak op nogal technische en juridische problematiek tussen de parlementen, CQ-regeringen. Ik ben er heel erg van overtuigd dat op het moment dat zo'n geschillenregeling geaccordeerd is, dat we geen geschillen meer hebben om het daar naartoe te brengen. Gezien de adviezen die uitgebracht zullen worden alvorens men stappen gaat nemen. Dus zoals meneer Wilson net zei, als zijn moeder toentertijd de riem op tafel zette, werden de kinderen niet meer stoot. Want je zag dat die riem daar stond. Dus in dat opzicht denk ik dat nog de regeringen en dus daardoor ook de bevolkingen niet veel zullen zien van zo'n geschillenregeling. Of de effecten daarvan. Het is belangrijk dat dit ook in het statuut ingevuld wordt. Het had er al lang moeten zijn als regeling dat als er inderdaad zulke disputen bestaan, er een body is die dat, laten we zeggen, uitprocedeert en daar ook een uitspraak over doet. Maar nogmaals, ik denk dat we veel voorzichtiger met elkaar om zullen gaan alvorens bepaalde maatregelen te nemen, als je weet dat daarover een geschil kan gaan ontstaan en die dan gebracht kan worden naar zo'n commissie voor geschillenregeling.
Wat merkt de bevolking? Ik denk dat de bevolking zal merken dat conflicten zoals we die al gehad hebben, niet snel meer zullen komen, niet meer zullen hebben. Maar ik denk niet dat we een situatie zullen krijgen dat we niks meer durven. Ik denk juist het tegendeel. Ik denk juist dat door deze duidelijkheid van, weet je, dit zijn de rechtmatigheden waar we met z'n allen om rekening mee moeten houden. Dit zijn de onderwerpen die aan de orde zullen komen. Dat de landen juist meer gebruik zullen maken van de autonomie en gebruik zullen maken van andere wegen om juist conflicten te voorkomen. Ik geloof dat dit de dialoog tussen de landen, de communicatie veel zal stimuleren. En juist die preventieve werking, maar op een andere manier zal bevorderen. Dus ik zie positieve effecten in de zin van geen conflicten, maar ook meer dialoog, meer communicatie, het zelf meer initiatief nemen, omdat de ruimte nu duidelijker is. Nog een andere vraag hierin? U wilt, ja, gaat wel. Wij moeten niet vergeten wat de doelstelling was van geschillen, een oplossing te komen met een geschillenregeling. Om de spanningen die er bestonden binnen het Koninkrijk weg te halen en daardoor de ruimte te creëren dat wij meer overleg met elkaar plegen, niet meer eenzijdig overleg met elkaar plegen, elkaar respecteren, naar elkaar luisteren en daardoor een betere invulling kunnen geven aan het woord autonomie. Nog een andere vraag hier in de zaal? Ja, ga je gang. Suzanne Koeleren van de Daily Herald Sint Maarten. Ik heb een vraagje over de reglement van de gouverneur. Het stond oorspronkelijk op de agenda. Het heeft alles te maken met ook met het gebrek aan een geschillenregeling en integriteit. Waarom is het van de agenda afgevoerd en komt dit nog terug? En voor wie is je vraag? Over de reglement van de gouverneur. Het is een terugkerend onderwerp, maar ik heb het deze keer niet gehoord. Zal ik het... het belangrijkste is dat er geen tijd meer voor was. Omdat de geschillenregeling heel veel tijd in beslag nam. Overigens, komende week gaan we 3 rijkswetten behandelen. En 1 daarvan, de initiatiefwet van de heer Van Laar, komt dit ongeveer ook wel weer aan de orde. Prioriteit had, om het samen te vatten, de geschillenregeling. Dan gaan we weer opnieuw beginnen. Ik ga naar Aruba. Ik zie nog dezelfde dame zitten. Nee, dit is volgens mij geen journalist. Nee, dan gaan we door naar Curaçao. Wie mag ik in Curaçao het woord geven? Ja, we wachten even op de technische schakeling. Er kan even wat seconden tussen zitten. Curaçao, volgens mij kunnen we u nu horen. Wie mag ik het woord geven? Ja, we kunnen u nu zien. Hoort u mij? Ja, ik hoor u. Gaat uw gang. Ja? Ik hoor u niet. En nu wel? Nee, dan gaan we heel even door naar Sint Maarten. Dan komen we zo terug bij u in Curaçao. Nog steeds geen gehoor. Hè? Nog steeds geen gehoor. Nee, Sint Maarten ook. Ja, niet. Ja, nu hoor ik. Ja, nu wel. Nu wel, Curaçao. Ja, hallo. Ja, nou, gaat uw gang. Oscar van Dam van de Extra. Ik heb een vraag en misschien dat die door meneer Kool kan worden behandeld, maar misschien ook door meneer Wilson, want... Er is meer dan een jaar gesproken over de geschillenregeling. En meer dan een jaar geleden zeiden het parlement en de regering moet gewoon doen wat wij willen. Voor ons, hier als de pers, is volgens mij 1 heel punt heel belangrijk. En dat is de onafhankelijke orgaan dat gevraagd kan worden over die geschillenregeling. Mijn vraag is heel simpel. Komt er een onafhankelijk orgaan? Of wordt het een compromis tussen 2 voorstellen waarbij allebei wat water in de wijn doen? Volgens mij is dat toch hetgeen waar het om gaat, want ik heb... Tijdens de vergadering gehoord, zonder onafhankelijk orgaan is er geen democratie mogelijk.
Dank u, contento, mirabel, meneer Van Dam. Tassina. Igualmente. Tassina, ku, sima, ma pone bon klaar. Ku e tres puntas en salida. Un dinan, ta independiente. Que mendi e tuts e di independiente ta que da para. Bobo waxi, den ki forma. Bo portuna contenido. Ku e organo e ta independiente. Nos, di e tres país nan den Caribe, aduna nan preferencia. Na impone asina. Por ejemplo, supongamos que o Hoge Raad te dice, no, hay cosas que nos no puedo handle. Bijvoorbeeld, de trayecto en un estadio conversar con otro, que mende el punto, un órgano independiente a queda para y aguardo ratificar den el presidium de IPCO. Naturalmente, no está bien vaco, pero está en otra forma que nos no corrió a Ruba San Martín, no pensa arriba de que está en el mismo efecto y está independiente. Pues, me te avisa, no perde esperanza, no está cana den, no está cana den e dirección y caminda, no es punto está, me avisa. Non è importante chi gana o non gana. Se sa che non tu vuoi bala, non tu vuoi baseball. Importante è che noi poi llega a un punto che è importante che baja tensione che ti del passato del reino e che trova desarrollo positivo del paese. Se demasiado tempo vai perdere na costa con nota di nodi, se non si può ascoltare altro, se non si può consultare con altro, se non si può rispettare altro e comprendere altro, ma mio. Meneer Ganzen voor het antwoord als delegatieleider voor Nederland. Ik weet niet, want mijn pavillement is niet zodanig dat ik helemaal elk woord heb kunnen begrijpen. Dus ik weet niet of ik een aanvulling geef of alleen maar ondertiteling, omdat we grotendeels wellicht ook overeenstemmen. Kijk, over de noodzaak van een onafhankelijke geschillenbeslechting zijn we het met elkaar eens. En de vraag is welk orgaan dat het beste kan doen. Nou, er zijn een aantal opties die nu ook in de afsprakenlijst genoemd worden. Een aantal opties staan naast elkaar en in de uitwerking zal duidelijk moeten worden wat nou de beste optie is. En de Hoge Raad, een apart hof, dan wel de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wat we ook gedaan hebben in dit IPCO is dat we gezegd hebben, Die beperking tot strikt juridische verschillen, daar wil je inderdaad die bindende geschillenbeslechting voor hebben. Maar in een heel aantal gevallen zul je ook een wat breder veld hebben van vragen die misschien niet strikt juridisch zijn, maar die ook een politiek-bestuurlijke kant hebben. En in het veld waar die geschillen over gaan, is dat misschien ook wel vaak aan de orde. En bij die geschillen kun je niet een strikt bindende uitspraak hebben, want dat hoort bij die juridische vragen. Maar zou het wel goed zijn om een zwaarwegend advies te kunnen krijgen van bijvoorbeeld de Stichting Afdeling Advisering van de Raad van State? Nou, die verdubbeling, zal ik maar zeggen, of die dubbelheid van de mogelijkheden van een bindend uitspraak, dan wel een advies, dat helpt ons in het verder nadenken over wat nu de beste regeling is om het te doen. Er is geen enkele discussie verder geweest over de uitgangspunt van onafhankelijke geschillenbeslechting. Daar zijn we het helemaal met elkaar over eens. De vraag is, wat nou de beste manier om het te regelen? Nou, die opties moeten nu in het wetgevingsproces, in het parlementaire proces uitgewerkt gaan worden. En daar is alle ruimte om, ook vanuit de landen en vanuit de Tweede Kamer, om tot een goede vormgeving uiteindelijk te komen. Wie mag ik in Curaçao nog? Ja, gaat uw gang. Gaat uw gang. Ja, oké. Okay. Johnny Jozef, Radio Maas. Mijn vraag aan meneer Wilson. Meneer Wilson. Seguindo o IPCO, nós podemos tomar nota que Corsol, a maneira que a delegação de Corsol visa para atender essas que ele reclama, o pina sério. É dizer, nesse sentido, quando a Corsol, é o que ponto não guardo acordar, está vai parlamento, o parlamento no seu turno, por vai de acordo ou de desacordo. Em todo caso, assim a Corsol que se ele. Nós podemos tomar nota que é outra delegação afulada, não. Mi pregunta está, hasta bien delante de parte de Holanda,
kon ik dan denk ik kon nota in plataforma voor attenderen de geschillen regelen. Tiu een akkoord dat qua zit de plataforma ori? Mi te kere, bo podi salida tarobes. Nieuw momento, no avisa ku ipko nota e plataforma pa intercambia, discuti e pone punto nan di salida. Lo qualta, cada país tinan derecho di cana e caminda di consultacion e anya mandata. Por exemplo, non so se bon clà, tiene qui, non sa vai nos parlamento, tal mandat non sa anya, e sei nos por mantener nos mesnaci. Ora vai back, nos vai back e nos ta pedi ratificacion den parlamento pa tanto e auspraca leis cutin. Tanto di e tripartit como e sun di IPCO. Agora, lo que abin na cla den e discussionan di IPCO mesum cos o senhor Franco não pamara a sua fração de país. A mim não posso ser tampouco para o povo soberano. Passou para mim um mandato e dentro de si, me papia. Só tem um mandato, tá? Ante o qual vim a seca, bota buyback o parlamento, que tá é órgano com a NABU, é direção que bota em que vai. E den bo te explica con abay kibahasi ilagihasi. Awor, abinakla tambor ki den ipko ko mi pa komprende ko memo nan di eerste kamer i tweede kamer nota ting rugspraak of mandaat. Ni di eerste kamer, ni di tweede kamer, pasono sta un delegasyon. Então, a delegação nunca tem a mesma autoridade com a totalidade ou de qual é a sala. Vou botar nele. Então, tá tem um oficialmente, não tem um bom claro, tem a diferença aí. Mas dentro da reunião, não está se avisa a conversar e tem sonido, não encontrei por ele forçar. Outra de uma indicação que tem possibilidade para certa apertura para sobra e está tem uma moção dentro da Câmara que ainda mesmo não a participar, então em ambos a mira, aunque em ordem IPCO, botar a informação e antes você quem está aqui em tráfico. Nog één laatste vraag vanuit Curaçao. Eén laatste vraag. Gaat uw gang. Nou, helaas waar. Meneer Roemeers, dat is het. Want dat aanmiet, dat is niet maar interpreteerd. Het is een beetje delegatie van de Hollanda. Toen dan abissen, toen dan is de bijberg, dan achterbank. Ik hoop hier een discussie. Dat is een onze seguida persoon. En dat is een pregunta, dat is entretanto. Tien een plataforma, sim, persoon, dat is het. Dat is het. Nos assiste a discussão da pessoa e te seria vindo de lá no momento que a pessoa entende. Nós não podemos tomar discussão, decisão, nós temos um pai nos atrapalha. Que bem, está a minha visita, não é a visita. Que bem, tinha um acordo, e você seria agora que com esse aí, não sei. Senhor Joseph, se você escuta bom, é intercâmbio com o Tatim. Também são coisas que também avisa. Que é mandato a que me tem. E dentro de mim, como aqui, como que? Fora de si, me não tem um mandato. Então, é mesmo coisa, não explica que agora não vini de IPCO, já, toda fração não tem um mandato de não fração que consiste, não? Principalmente para sobra, sei que nós temos outro, sei que nós, e conceito de lei também, sei que não, dentro da Câmara, também não está ganha, que não está tendo liberdade de debater, liberdade de intercambiar de ideia e também, sim, liberdade de diferenciar de opinião. Mas nós também, avisa a mesma coisa, então, me está querendo, se você escuta bom, você tem todos os dois sonidos, naturalmente, na situação da outra, coordinam com a constelação, com a maneira que nós estamos preparados para vir aqui.
Anto, e messo libertad cu an mostino corso, of na ruba, of na Sint Maarten, pa internamente prepara, pa ora bine kinanang, mes un respect, e mes un oportunidad, e mes un derecho, e delegación de eerste e tweede kamer di Ulandati. Dank u wel, Curaçao. Wij gaan nu door naar Sint Maarten. Ja, dank u wel. I have a question I will pose in English to Mr. Pantoflet. Mr. Pantoflet, I think Thursday morning it was like 4 o'clock in the morning here in Sint Maarten when a member of your delegation, Leona Marlin, questioned the usefulness of the IPCO. Is that the sentiment that is shared by the whole delegation, or do you have a different opinion? Mr. Haar, thank you very much for the question. Yes, it was mentioned during our discussion that we held, I think it was yesterday. And of course, as you listen carefully, we all agree that when it comes to the issues of the IPCO, not everything that you want to accomplish can be done during that period. And you have to realize that very often, because of the time it takes to get certain matters done, because we have very recurrent points that appear on the agenda, that some members at the time can be frustrated, of course, but it does not mean that we are not interested in having this discussion, because fact remains that what we do when we come to the IPCO, each delegation have their points, we sit down together, discuss them, and basically we have an idea as to what it is that's taking place within all the delegations, and then we can go back to our several countries and have these matters further discussed and even further resolved. So I would say definitely that when it comes to the IPCO, I will not speak for the Member of Parliament, because she is an individual and of course has entitled her own opinion, but I believe that together when we come to the IPCO, we can come with certain discussions and certain conclusions that will help us in general instances. So are you satisfied with the outcome of this round of the IPCO? As I said, I think in the beginning, small steps were taken, and what I would like to see is small steps, yes, but in a faster method. Okay, thank you very much. Dank u wel. Wij gaan door hier in Nederland met ook wat laatste vragen. Wie mag ik het woord geven? Ik heb een vraag, één vraag, en die is voor en de Curaçao-delegatie en de Sint Maarten-delegatie. De verkiezingen op de eilanden komen eraan. In hoeverre gaat dat een impact hebben op de behandeling van de geschillenregeling? Goeie vraag, Susan. Maar dat staat er landen in. Thank you for the question. As I stated before, when it comes to elections on the islands, and if I'm incorrect, Curaçao will correct me for sure, it would have no negative impact on our agreement as what we sign as to how we're going to proceed after the election. So on Sint Maarten and Curaçao, I can safely say over that we are one when it comes to that. So no matter who's in government, we definitely want to have a dispute regulation or geschillenregeling established. Iemand anders nog een vraag hier in de zaal? Nou, praktisch hetzelfde. De geschillenregeling is om spanningen weg te nemen binnen het Koninkrijk. En ik moet constateren dat het Koninkrijk groter is dan Curaçao alleen. Dus daar spelen heel andere factoren. En net zoals hier in Nederland een rol bij verkiezingen. Zijn andere punten die aan de orde komen. Dus kortom, ik verwacht niet dat de uitkomsten van de IPCO een invloed zullen hebben op de verkiezingen. Uiteraard zullen wij erover praten in de verkiezingen, maar dat is normaal, toch? Nee, ik bedoel het andersom. De invloed van de IPCO op de verkiezingen, maar andersom. Hoe de verkiezingen eruit. Want als jullie in september, oktober willen beginnen met behandeling, dan zijn ook de verkiezingen. Of dat niet tegen elkaar in gaat werken, hoe dat nee. Elkaar gaat passen. Net zoals het bestuur een continuïteit is, parlement is evenzo. Kijk, de poppetjes kunnen veranderen en die kunnen af en toe een andere mening hebben, maar in grote lijnen neem ik aan
dat die poppetjes hetzelfde zullen denken. Maar dat zullen wij dan wel zien tegen die tijd, zou ik zeggen. Nog een andere vraag? Geen vragen meer. Daarmee is een einde gekomen aan deze vragenronde. Dank u wel allemaal. Ja, ik denk dat we heel kort kunnen afsluiten. Dank u voor het stellen van de vraag, voor uw aanwezigheid. Iedereen een goede reis thuis.